want zo klonk het vanmiddag op CNN. And the breaking news is big. In this unprecedented campaign, this season the likes of which we have never seen before, we have one more major development. Vice President Kamala Harris, the presumptive Democratic nominee now for President of the United States, has selected Minnesota Governor Tim Walz to be her running mate. Heerlijk altijd. Die muziek erop. Met het enorme orkestbakken daarachter. Hè? Goed, ja. Jan Posma, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Big breaking news, die houden we erin. Ja, precies. We gaan ook eventjes een orkest voor jou inhuren. Elke keer als we breaking news hebben uit Amerika. Harris moet het zelf nog wel even bevestigen, maar dat gaat waarschijnlijk tijdens de Daily Move gebeuren, is nu de verwachting. Het lijkt er dus echt wel op dat Walz het wordt. Is het een verrassende keuze? Nou, ja en nee. Josh Shapiro, de gouverneur van Pennsylvania, die stond eigenlijk de hele tijd bovenaan alle lijstjes. Dat leek hem te worden. En Walz kwam pas in de laatste dagen echt meer naar boven als serieuze kanshebber. Die was steeds een beetje een dark horse. En de laatste dagen hoorden we steeds meer dat er flink campagne werd gevoerd door democraten, soms in de media en ook intern. Dat zij dus die Walz graag wilden. En dat heeft dus gewerkt. Dus in de laatste dagen is deze naam steeds meer naar boven gekomen en is hij het dus geworden. Dus toch een klein beetje verrassing wel. Nou, inderdaad, want het is dan wel zo dat zij haar running mate in Philadelphia bekend gaat maken. Pennsylvania, waar Josh Shapiro, de andere die vaak genoemd werd, de gouverneur is, de ligt in Philadelphia, Pennsylvania dus. Dat is wel opvallend dat ze dan toch die staat kiezen. Want daardoor leek het eigenlijk wel van... Beetje lullig bijna, ja, dat beetje, Shapiro dan gepasseerd zit er wel een beetje in zo, hè? Ja, precies, want die Shapiro die gaf gisteravond zijn schema voor vandaag mee. En daar stond op dat hij erbij zou zijn. En toen dacht ik ook al van ja, je weet niet of hij de aankondiging gaat doen van hier is Walz, of dat hij zelf het podium op mag. Ja, weet je, tegelijkertijd, het klinkt heel logisch dat hij het dan zou worden. Maar bijna nooit wordt een running mate eigenlijk gepresenteerd in zijn eigen thuisstaat. Er zijn altijd andere redenen om een locatie te kiezen. Dus het zei ook weer niet zoveel. Pennsylvania is gewoon een heel belangrijke swingstate. Misschien wel de belangrijkste. Dus die hadden ze sowieso als eerste in het lijstje voor de campagne staan. Dat was ook een goede reden geweest om Shapiro dus wel te kiezen. Maar die is dat uiteindelijk niet geworden. Ja, precies. Dan even naar die Walz. Want wat is het nou voor man? Ja, hij is de gouverneur van Minnesota en twee dingen vallen op aan hem. Hij kreeg als gouverneur flink wat voor elkaar. Hij is vrij progressief in zijn beleid en Minnesota is ook een staat met veel conservatieven daarin. En hij wist als gouverneur en ook eerder als congreslid ook die republikeinen, die conservatieve inwoners echt achter zich te krijgen. Hij heeft echt dingen voor elkaar gekregen, bijvoorbeeld de lunch op scholen die gratis werd. Dat soort dingen, progressieve dingen waar toch in die hele staat enthousiasme over was. Dus dat is echt wel bijzonder. En hij is daarnaast ook authentiek, lijkt het. Hij is echt één van hen. Als je hem ziet lopen met zijn petje, zijn t-shirt, komt hij dan naar een persconferentie. En bij sommige politici denk je dan, dit is een act. Je doet alsof. Maar bij hem geloof je dat wel echt. Dus ik heb hier al gehoord ze zeggen van, hij klinkt en hij ziet eruit als iemand uit de Midwest. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want ze willen mensen in die regio, de Rust Belt, die belangrijke staten ook overhalen. En het tweede is, hij is een hele goede communicator. Hij noemde de plannen van de Republikeinen, van Trump noemde hij eerder weird, raar. Heel eenvoudig, heel makkelijk ook misschien om het zo te zeggen, maar dat is echt iets dat bleef hangen, dat bleef plakken en dat ging een beetje viral. Terwijl elke aanval op Trump, die glijdt van hem af. En dit bleef hangen en dat viel heel erg op bij die democraten. Dat die Walz dus ten eerste iets heeft waarover je op kan scheppen en iets waarmee je ook een soort visie voor de toekomst kan geven, die verder gaat dan alleen Trump is slecht, je moet op mij kiezen. Mm-hmm. En daarnaast ook dat hij dus ook Trump een beetje in een hoekje wist te drukken. Ja, je zegt dus dat ze daarmee een beetje ook targeten, ook een beetje misschien op die gematigde republikeinen, hè, die hem toch ook wel sympathiek zouden moeten vinden? Ja, zeker. Dat is echt heel belangrijk. Want er zijn natuurlijk die swing states, daar wordt steeds naar gekeken. Mm. Dan kijken we naar die Rust Belt, de Midwest, waar Michigan en Wisconsin en al die staten onder vallen. Pennsylvania ook natuurlijk. Die heeft Harris gewoon nodig om te kunnen winnen. Ja, en met deze man heb je dus echt iemand die uit die regio komt, die zo praat, die zo denkt. En dat kan enorm helpen natuurlijk. Ja. Zie je dan ook een beetje reacties uit die hoek, de republikeinse hoek, dat mensen denken, interessant.
Nou, het is wel grappig. De Republikeinen, weet je, toen Biden opstapte en Harris het overnam, toen zag je dat die Republikeinen eigenlijk even helemaal flabbergasted waren. Die wisten even niet waar ze het moesten halen. Het was echt even een verrassing. Dit hadden ze echt niet verwacht. Hier zie je wel dat alle aanvallen en alle filmpjes, alle advertenties, alles stond al klaar. En het is echt een stortvloed aan negatieve reacties van Republikeinen vanuit de partij die hem echt neerzetten als extreem links. Ze noemen hem een tweede Kamala Harris. Die ze ook extreem links noemen trouwens. En ze hebben kritiek op zijn coronabeleid. Dus echt alle aanvalspunten die staan al helemaal klaar. En die vliegen nu allemaal vooral op Fox News en op Twitter en dat soort media. Vliegen die je echt om de oren. Dus ze waren heel goed voorbereid. Vanavond in Philadelphia, Pennsylvania, dan weten we het definitief dat het dus waarschijnlijk deze Waltz gaat worden. Dank voor nu onze Amerika-correspondent Jan Posma. En we spreken jou rond 17:30 weer. En dan gaan we uitgebreid ook met Bernard even een kleine Amerika-podcast maken over dus de rol van deze running mate.